Hey toppers, welkom bij weer een nieuwe video van mij. Voordat we verder gaan... Zo, moet ik me opnieuw doen? Voordat we verder gaan naar de sketch, wil ik jullie even vragen om naar mijn Instagram te gaan. Daar vind je allemaal toffe, exclusieve content, zoals experimenten, Q&A's... En toffe deel 2 sketches. Vergeet even niet te abonneren en te liken en dan gaan we nu door naar de sketch. Veel kijkplezier! Ah, gelukkig is het bijna 3:15. Eindelijk naar huis toe. Oké, jongens, het is bijna tijd om naar huis te gaan, dus jullie kunnen allemaal jullie spullen opruimen. Oh, jammer. Ik had nog wel even willen blijven, meneer. Emiel, hou je kop. Oké, sorry, Teun. Hé, Teun, doe eens aardig tegen Emiel. Oh, ja hoor, meneer. Oh ja, jongens en meisjes, morgen is het neem een dier mee naar schooldag. Dus vergeet allemaal niet een dier mee naar school te nemen. Oh, eindelijk. Dan kan iedereen mijn favoriete diertje zien. Hij is zo klein en schattig, mijn snuffietje. Yes, het is een diertje dat iedereen kent. Ha, ik heb ook nog wel een leuk dier thuis. Die ga ik morgen ook mee naar school nemen. Hè? Ik ben benieuwd, Teun. Jullie hebben toch helemaal geen dieren thuis? Oh, jawel hoor. Heel mijn leven al. Alleen, hij is niet zo sociaal, dus je ziet hem ook niet zoveel. Oh, jongens en meisjes, het is tijd. Jullie mogen allemaal lekker naar huis toe. Yes! Eindelijk! The next die. Goedemorgen, Aap. Ook goedemorgen, Teun. Klaar voor school? Ik moet namelijk weg. Nope, maar we moeten weer, hè? Ik moet vandaag een dier meenemen naar school. Oh, wat leuk. Veel succes vandaag. Hopelijk heb je het leuk. Ja, dat komt wel goed. Hé, Aldo. Kan jij bij mij om 10 uur op school zijn? Ik heb namelijk een telefoon nodig om papa te bellen. Mijn telefoon, die ligt nog bij de telefoonmaker. Oh ja, tuurlijk. Is goed. Ik zal er zijn. Ik moet nu weg. Doei. Fijne dag, broer. A few moments later. Dankjewel, Camilla, voor het laten zien van jouw kikker. Heel inspirerend om te zien hoe die vliegen eet. Dan gaan we nu door naar de volgende. Teun, laat maar zien. Oh, als het goed is, komt mijn dier elk moment door de deur gelopen. Huh? Hoezo dat dan? Kom binnen. Hi, hallo. Ik kom een mobiel geven aan Teun. Oh, oké. Dat is goed, hoor. Wow! Jij bent toch die ene TikToker? Haha, ja. Dat klopt. Oh, cool. Mag ik zo een foto? Nee. Oh, echt niet? Tuurlijk wel. Doen we zo meteen wel even. Yes! Oké, maar Teun, waar blijft uw huisdier? Zo, dames en heren, daar is hij dan. Het grootste huisdier dat we hebben. Aldo, de aap. Oh, jij vies vuil. Oké, zo gaat het wel weer, hè. Aldo, ga jij maar weg. Teun, die hoort het nog wel van me. Wacht maar bij het avondeten. Wat ga je doen dan? Bananen naar me gooien? Ik ga weg. En mijn foto? Stik in je foto. Doei. Oké, Emiel. Nu ben jij aan de beurt. Wat voor dier heb jij meegenomen? Yes, eindelijk. Zijn naam is Snuffy en hij is een beetje verlegen. Dus willen jullie allemaal een beetje rustig aandoen? Oké, is goed. Kom maar, Snuffy. Oké, hier is hij dan. Oh nee, hij heeft 8 kleine pootjes en hij houdt heel erg van donkere ruimtes. Jongens en meisjes, niet bewegen. Ik ben allergisch voor... Oh nee. Ren voor uw leven. Snuffy, kom terug.